Maaike van het Beverhoofdkantoor. Bij iedere activiteit past wel een type dagrugzak. Maar wat maakt de ene nou geschikt voor een fietstocht en de andere voor wandelen? Er zijn dus heel wat opties voor een dagrugzak. Ga voordat je er eentje kiest even na waar je hem het meest voor gaat gebruiken. Wanneer je vaak laptop of boeken meeneemt, doe je er goed aan een school- of werkrugzak te kiezen. Deze modellen hebben vaak een wat vierkantere vorm, zodat er boeken en mappen in passen. Ook hebben de meeste school- of werkrugzakken een laptopvak. Of in dit geval, een vak voor een tablet. Rugzakken voor dagtochten bieden precies de ruimte die je nodig hebt voor je dagelijkse benodigdheden, zoals lunch, water, een kaart en extra kleding. Veel rugzakken hebben een ventilerend rugpand. Het frame staat wat van de rug af en zorgt dat transpiratievocht makkelijk kan verdampen. Een gemiddelde dagrugzak heeft een inhoud van 20 tot 30 liter. Kies je ervoor om weinig mee te nemen of om lichtgewicht op pad te gaan, dan kan minder natuurlijk ook. Sommige wandelrugzakken hebben een gaasje of elastiek aan de voorzijde waar je gemakkelijk een vest onderweg stopt. Ook hebben de meeste rugzakken ruimte voor een bidon of waterzak en lusjes voor het bevestigen van wandelstokken. En dit is dus een fietsrugzak. Fietsrugzakken hebben vaak een flexibel achterpand en volgen zo de vorm van je rug wanneer je op de fiets zit. De tas blijft stabiel zitten tijdens het bewegen. Het rugpand staat, net als bij wandelrugzakken, vaak iets van de rug af voor ventilatie tijdens inspanning. Deze tassen zijn uitgerust met zaken die handig zijn voor de fietser, zoals een netje waar de fietshelm onder past en haakjes voor een fietslampje of pomp. Ook vallen de meeste modellen op in het donker door de extra reflectoren. Veel fietsrugzakken hebben een waterreservoir waar je een waterzak in kan hangen. Zo kan je tijdens lange fietstochten makkelijker drinken zonder je tas af te doen. Als klimmer heb je baat bij een stevige en slijtvaste klimrugzak. Deze tassen hebben vaak een ruim hoofdvak waardoor er grote materialen als touwen in kunnen. Ook zijn er veel haken waar karabiners aangehangen kunnen worden. De heupband is licht maar stevig uitgevoerd, zodat het dragen samen met een klimgordel geen probleem is. Er zijn dus heel wat opties voor een dagrugzak. En mocht je de ideale hebben gevonden, dan kun je altijd nog nadenken over een regenhoes of een waterzak.